Meneer Van den Broek, het provinciebestuur heeft besloten om Arriva, het openbaar vervoer in Limburg, te gaan laten uitvoeren vanaf december 2016 voor 15 jaar en niet opnieuw aan te besteden. Waarom? Nou, doorgaan met Abellio kan niet, omdat ze gebruik hebben van informatie waar ze niet over mogen beschikken. Daarmee valt die versie af. Arriva heeft een geldige bieding gedaan. Die voldoet aan alle voorwaarden. We hebben basisvereisten neergezet. En diegene die daar meer op biedt, maakt ook meer kans om de bieding binnen te halen. Nou, Arriva heeft een hartstikke goede bieding hier neergelegd. Dus logisch om naar Arriva te gaan. En als je zegt van, ik zet er een hele dikke streep door. Ik ga opnieuw aanbesteden voor iedereen. Dan kan het maar niet zo. Dan moet je echt een aanleiding hebben om opnieuw aan te gaan besteden. En dat zou bijvoorbeeld in moeten houden dat we een aparte aanbesteding gaan doen voor bussen, een aparte aanbesteding voor treinen. En dan heb je een grondslag om te zeggen, ga het opnieuw doen. Maar het werkt niet in Nederland zo dat als je de uitkomst van een gunning niet past, dat je dan zegt, dan ga ik maar opnieuw gunnen. Je hebt er echt een inhoudelijke grondslag voor nodig. Nou, zo'n voorbeeld van het knippen van bussen en treinen, dat is echt gewoon de bijleggen aan de wortel van het succes van het openbaar vervoer in Limburg. Dus dat gaan we niet doen. En dan kom je als vanzelf bij Arriva uit, die ook echt een goede bieding heeft. Is het nou een juridische of een politieke afweging? Nou, het is vooral ook een afweging voor de reiziger. We hebben het niet alleen juridisch benaderd. Voor ons is het belangrijk dat het goede openbaar vervoer wat we in Limburg hebben, dat dat ook gecontinueerd blijft. Sterker nog, dat het ook beter wordt. Nou, met Arriva hebben we ook de garantie dat in 11 december 2016 dat er ook nieuwe treinen, nieuwe bussen gaan rijden op een beter net. Dus in die zin is het veel eer een keuze geweest voor de reiziger in Limburg dan die juridische afweging of een politieke afweging. En ja, je kijkt uiteraard naar de juridische aspecten, daar hebben we naar gekeken, maar voor ons stond centraal en blijft centraal staan de reiziger. Ja. Maar bij de aanbesteding die liep kwam Abellio daar een stuk beter uit dan Arriva. 732 tegen 574 punten. Wat betekent dat dan nou in de praktijk? Wat is dan anders? Wat is minder? Ja, die vergelijking is natuurlijk altijd moeilijk om te maken. Wat je ziet, dat is dat Arriva heel sterk scoort op het treinenaspect. En op het bussenaspect is het ook een goede bieding, maar dan zag je eigenlijk dat Abellio het beter voor elkaar heeft. Dat zijn zeg maar zo'n beetje de zwart-wit verschillen. Als je alles bij elkaar neemt, zijn beide biedingen goed. Abellio had een aantal betere punten, had ook andere accenten gelegd dan Arriva. Maar deze concessie die biedt ook de mogelijkheid. En dat is ook het verschil met de huidige situatie, dat de nieuwe concessie ook de mogelijkheid geeft om met ontwikkelteams dingen verder te gaan optimaliseren. En dat gaan we ook met Arriva doen. Wat denkt u dan bijvoorbeeld aan? Ja, daar wil ik nog niet op vooruit lopen. We zullen volgende week maandag samen met Arriva gaan communiceren over het concept van het openbaar vervoer wat ze hebben. Ook de manier waarop we daar gezamenlijk invulling gaan geven. Nu gaat Veolia naar de rechter. Dat hebben ze al aangekondigd als u dit besluit zou nemen. Kan dat nog roet in het eten gooien? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk alle scenario's doorgenomen, met uitzondering van het scenario waar we nu natuurlijk mee zitten, dat er gewoon sprake is van platte bedrijfsspionage. We hebben voorzien dat een stap naar de ACM zou plaatsvinden. Die vindt nu ook plaats. Dat is de mededingingsautoriteit. Ja, ook naar het CBB, dat is wel een andere plek waar je in de rechtsgang kunt gaan doen. Onze inschatting is nu dat we die trajecten allemaal kunnen aflopen binnen het tijdsframe wat we nu hebben. Ja, want vergeet niet, 11 december 2016, het duurt nog wel even een tijdje. Tot die tijd, laat de rechtszaken maar komen, zou ik bijna zeggen. Dit is geen oproep naar. Ik zou eerder oproepen van accepteer dat dit de keuze is en laten we de reiziger er verder niet mee vermoeien. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we gewoon 11 december 2016 met nieuw materieel kunnen rijden. Die datum, 11 december 2016, die blijft haalbaar? Ja, die blijft staan, zonder meer. Nu gaat u ook een schadeclaim indienen. Bij wie en welke schade wilt u verhalen? We hebben ons natuurlijk de afgelopen weken vooral geconcentreerd hoe gaan we hier nu mee verder in het belang van die reiziger. We gaan de komende weken gebruiken om te inventariseren welke schade we hiermee leiden en ook bij welke partij we de schade gaan verhalen. En wat voor soort schade moet je dan denken? Ja, zoals gezegd, we brengen het nou in beeld. Dit heeft hoe dan ook een aantal weken vertraging gekost. Er zullen ook rechtszaken uit volgen die we moeten voeren. Nou, dat zijn zo'n paar voorbeelden van schade. Maar we brengen het eerst volledig in beeld. En gaan ook kijken bij welke partij we daar aan moeten kloppen. En dan komen we de zijner tijd wel op terug. Maar goed, ligt voor de hand dat u dan bij NS Abellio aanklopt.
Nou, dat weet ik zo 1, 2, 3 nog niet. Zoals gezegd, daar wil ik nou niet op vooruit lopen. Daar kom ik over een aantal weken wel op terug als we er ook grondig en degelijk naar gekeken hebben. Heeft de NS al gereageerd op uw besluit? We hebben met NS contact gehad en NS heeft ook in ook een persoonlijk gesprek ook haar verontschuldigingen aangeboden voor de hele gang van zaken. Want Timo Hugues, de directeur, zit er echt gewoon mee in zijn maag. Het is hem als het ware ook overkomen. En ze hebben ook schriftelijk aangegeven dat ze alle medewerking zullen verlenen aan welke vervoerder dan ook hier in Limburg om goed samen te werken. En dus het is gewoon ook fantastisch dat NS dat nu gewoon ook expliciet aangeeft hier in Limburg. En dat ze ook volle inzet gaan zetten op de volgende fase van het openbaar vervoer. Want we zijn nog lang niet klaar met openbaar vervoer. Dat zijn de 4 grensoverschrijdende intercity-verbindingen naar het buitenland die we ook vanuit Limburg gaan realiseren. Dus in die zin is het gewoon ook goed om te melden dat NS toch wat dat betreft, ondanks alle ellende die ze via haar dochter Abellio en de Q-bus meemaken, dat ze buitengewoon positief in de Limburgse trein- en openbaar vervoersagenda zitten.